De toon wordt meteen gezet in de eerste 10 seconden van de wedstrijd. Want er wordt een behoorlijke trap uitgedeeld door de linksback van Volendam, Koster. Scheidsrechter Guzmiuk komt zich er ook mee bemoeien. En toont meteen de gele kaart aan Koster. Voor het is Antonia. Oh, wat een grote kans van Go Ahead Eagles. Jorginho Antonia puntert die bal net voor langs het doel. Koster nu met de voorzet. Tuip controleert met de borst op de rand van de 16 meter. Probeert hem mee te geven in de richting van Muren. Maar het is Tuip die de vrije trap meekrijgt van scheidsrechter Guzmiuk. Op de rand van de 16. Makkelijk gegeven door de arbiter van dienst. Maar dit is wel een aardige plek voor een vrije trapperspecialist. En dan komt daar de vrije trap van ofwel Raymond Faviani met links. Ofwel Jack Tuip met rechts. Het lijkt Tuip te worden met rechts. Over de muur en de binnenkant paal. En daar is de 1-0 voor Volendam. 15 minuten onderweg en de eerste goal van Volendam is een feit naar de vrije trap. Die wordt uitgelokt door Jack Tuip en hem vervolgens zelf binnenschiet. En zo dus Volendam na een kwartier op 1-0 zetten. Er is dus van alles mogelijk hier. Ja, maar Go Ahead Eagles zo goed aan de wedstrijd is begonnen en slaan nu toch een beetje de bibbers in de benen. Zie je spelers op elkaar mopperen dat ze het Volendam wel heel makkelijk maken bij vlagen. Dit is een gevaarlijke uitbraak via Muren. Open naar de rechterkant van het veld. Koewas kan de 16 meter in gaan. Moet de bal nu voorgeven. Voorzet Koewas, daar is bijna dan nog die andere aanvallen, maar Rengo die de bal voor het intikken heeft. Maar de bal gaat via een speler van Go Ahead Eagles over de eigen achterlijn. En dan de vrije trap van Volendam. Komt die bal binnen? Oh! Op de lat, op de paal. Op de paal. Jongen. Ja, dan ben je er heel dichtbij hoor. Oh, wat smacht Go Ahead Eagles hier na de rust.